Even kijken hoor, ga ik me even installeren. Goedemorgen allemaal. Hoe is het leven? Goed? Ja. Twee geweldige diensten gehad, toch? Ik heb ze even op afstand meegekeken, maar fantastisch joh. Echt heerlijk om... Het straalde er gewoon vanaf. Ik denk als je in de zaal hebt gezeten, dat je echt heerlijke samenkomsten hebt gehad. Amen. En wat een dijk van de stem. Hallo, hoe heet zij? Denise is het, hè, volgens mij. Denise, zit je in de zaal? Die is er niet? Oh, oké. Okay. Maar wauw, zeg. Dat spatte wel even er vanaf. Oh, ik krijg een instructie of alle cupjes even naar, voor mij de rechterkant, voor jullie de linkerkant, kunnen worden verplaatst. Ik was zelf één weekend weg samen met mijn vader, een vader- en zoontrip. Ook belangrijk, goed om te gebeuren. En ander weekend sprak ik hier in de weg Meidrecht, een gemeente dichtbij. Een heerlijke gemeente, maar het is heerlijk om ook weer bij jullie te mogen zijn. En we mogen verder gaan op dat geweldige Bijbelboek Nehemia. U heeft vorige week een prachtige prediking van Rob daarover gehad. En aan mij de eer om vandaag met jullie in hoofdstuk 2 verder te gaan. En ik wil graag gelijk maar even erin duiken. Nehemia hoofdstuk 2. Nehemia hoofdstuk 2. En ik heb de titel gegeven, de onverschilligheid voorbij. We gaan samen lezen uit het woord van God. Nehemia hoofdstuk 2 vanaf vers 1. Er staat het volgende. En het gebeurde in de maand Nisan, in het 20e jaar van koning Artaxasta, toen er wijn voor hem gereed stond, dat ik de wijn nam en aan de koning gaf. Nu was ik nooit in zijn tegenwoordigheid verdrietig geweest. Toen zei de koning tegen mij, waarom staat uw gezicht zo verdrietig, terwijl u toch niet ziek bent? Dit is niets anders dan hartepijn. Toen werd ik zeer bevreesd. Ik zei tegen de koning, mogen de koning in eeuwigheid leven? Waarom zou mijn gezicht niet verdrietig staan als de stad, de plaats van de graven van mijn vaderen verwoest ligt en zijn poorten door vuur verteerd zijn? De koning zei tegen mij, wat verzoekt u dan? Toen bad ik tot God van de hemel en zei tegen de koning, als het de koning goed dunkt en als het uw dienaar u welgevallig is, dat u mij dan naar Juda stuurt, naar de stad met de graven van mijn vaderen, zodat ik die weer op kan bouwen. Toen zei de koning tegen mij, terwijl de koningin naast hem zat, hoe lang zal uw reis duren en wanneer zult u terugkeren? Het was goed in de ogen van de koning. Hij liet mij gaan toen ik hem een bepaalde tijd opgegeven had. Verder zei ik tegen de koning, als het de koning goed dunkt, laat mij dan brieven geven voor de landvoogden van het gebied aan de overzijde van de rivier, dat ze mij doorgang verlenen totdat ik in Juda ben aangekomen. En een brief voor Asaf, de bewaker van het kroondomein dat de koning heeft, dat hij mij hout geeft om een zoldering te maken voor de poorten van de burcht die bij het huis van God hoort, voor de stadsmuur en voor het huis waar ik naartoe zou gaan. En de koning gaf ze mij, omdat de goede hand van God over mij was. Toen kwam ik aan bij de landvoogden van het gebied aan de overzijde van de rivier en gaf hun de brieven van de koning. De koning had legerofficieren en ruiters met mij meegestuurd. Toen Sanballat, de Horoniet, en Tobia, de Ammonitische dienaar, dat hoorden, was het volstrekt kwalijk in hun ogen dat er iemand gekomen was om het goede te zoeken voor de Israëlieten. Tot zover. Nu was ik nooit verdrietig geweest in de tegenwoordigheid van God. We zijn inmiddels in het verhaal 3 maanden verder. Hoofdstuk 1 vindt ongeveer 3 maanden voor deze specifieke gebeurtenis plaats. 3 maanden geleden was er iets gebeurd, was er een nieuwsbericht gekomen in het leven van Nehemia,
En dat had hem geraakt. Nou, ik kan me heel goed voorstellen dat toen de oorlog in Oekraïne uitbrak, dat het ons leven raakte. Dat het jouw leven raakte. Als je die beelden zag van bommen die vielen, de dreiging die daar was, de ellende, het verdriet van mensen, dan raakt dat de mens. Ik denk dat we allemaal ergens in onze emoties bewogen zijn. Maar hoe het vaak gaat, is dat wanneer we eenmaal geraakt zijn, als we heel eerlijk zijn, 3 maanden later, is de grootste problematiek waar we meestal mee bezig zijn, heb ik wel voldoende haard in mijn houthok zitten voor deze komende winter. Emoties hebben de neiging, als we eenmaal geraakt zijn, om wat af te vlakken. Toch? De intentie van waarmee het binnenkwam, nou ja, dat raakt ons dan op dat moment, maar als het leven doorgaat, dan gaan we vaak door met de beslommeringen van het leven. Het leven gaat ook zo door. En dat is ook ergens normaal, het is ook goed. Maar hier vinden we iemand die na 3 maanden, daar gebeurt iets. Het is een man die een emotioneel lek heeft op een plek waar het niet mag. Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar we komen allemaal op verschillende plekken in het leven. Op je werk, je hebt een thuisomgeving, je hebt een kerk. En op elk van die plekken is er een emotioneel protocol. Is er een geschreven of soms ongeschreven regel hoe jij met je emoties omgaat. Ik neem aan dat als je thuis bij je ouders op de bank zit, dat het daar veiliger is of opener is om je emoties te tonen. Toch? Dan mag je een beetje boos zijn, mag je verdrietig zijn, je kan even lekker ontladen. Maar hier hebben we een man die op een plek staat waar dat niet helemaal normaal was. Ik weet niet of je onlangs het Tweede Kamerdebat hebt gezien van Sophie Hermans, fractievoorzitter van de VVD. Die was in debat met Wilders. En zoals Wilders een beetje is, die zat haar te teasen. En die zei, joh, jij bent toch alleen maar de tasjesdrager van Rutte. Ik weet niet, heeft u dat toevallig gezien? Was ook in het nieuws. En je zag ter plekke in die Tweede Kamer, ze werd geraakt. Het raakte haar. Je zag het gewoon fysiek aan haar. Ze werd stil. Ze moest zich even herbezinnen, woorden moest ze zoeken. Er kwam een traan op haar wang. Ze was natuurlijk geraakt. Dat was een denigerende opmerking. Het deed niet recht aan waarvoor zij stond. En ik vond het interessant om daarna eens even die discussie over wat vinden wij daar als Nederlanders nu eigenlijk van, om eens even te beluisteren. Nou, er waren wat mensen die zeiden, nou, het is prachtig om zo kwetsbaar te zijn daar, maar de algehele afdronk van het verhaal was toch eigenlijk wel, nou, dat is eigenlijk een plek waar je toch wel iets meer een dikkere olifantenhuid zou moeten hebben. Even een plek waar je, jezelf niet zo uit het lood laat schieten en gewoon even denkt, nou, die laat ik even van me afglijden en gewoon door naar je werk. En allemaal hebben we van dat soort plekken. Heb jij ook van die plekken waar je ergens misschien meer een olifantenhuid moet hebben en op andere plekken waar je je emoties mag tonen, toch? Maar wat hebben we hier nu bij Nehemia? Waar hebben we met Nehemia hiermee te maken? Hij wordt duidelijk geraakt op een plek waar er eigenlijk geen emotie getoond mocht worden. Want er was namelijk een geschreven protocol dat er voor het aangezicht van de koning iedereen moest daar blij zijn. Iedereen moest daar met een opgewekte attitude, gedrag voor de koning daar zijn. En wat er hier gebeurt bij Nehemia, hij heeft een emotioneel lek en hij wordt geraakt in zijn emoties. Hij toont zich met het risico dat zijn kop eraf zou gaan. Dat was even de dynamiek waar we hiermee te maken hebben. Dus er gebeurt hier echt wel even iets. Hebben we hier nou te maken met een instabiel persoon, een emotionele kano, dat op het moment dat je... Misschien heb je van de zomer in een kano gezeten. En als je dan op een kano gaat staan, nou, je weet het is altijd een beetje wankel als je erin gaat zitten. Het risico dat je gaat omvallen. Nou, zo is dat soms ook met mensen. Ze zijn snel emotioneel geraakt. Als je op een teentje staat, dan bijna slagzij. Hè? De emoties schieten hoog omhoog. Zou dit nu aan de hand zijn bij Nehemia? Zou die even lichtzinnig geraakt zijn door een opmerking van de koning? Nou, ik denk het niet, want er staat dit zinnetje, nu was ik nooit in de tegenwoordigheid van de koning verdrietig geweest. Dit was een man die had normaal gesproken zijn emoties onder controle. Dit was geen emotionele kano,
Maar dit was een emotionele slagschip. Hier kon je op staan. Nou, en dan gebeurde er niks met deze man. En toch vandaag laat hij zijn emoties zien. Vandaag wordt hij geraakt en we zien in het verhaal, er vindt een soort onverwachte wending, want hij raakt bevreesd, maar vanuit de vrees gebeurt er iets moois. Er komt een soort voorspoed vrij, de hand van God komt over zijn leven. En opeens gebeuren er allerlei dingen die hij die dag, toen hij naar zijn werk ging, niet had verzonnen en toch gebeuren. En hij raakt opeens in een plan van God en wordt door God gebruikt. Wat fantastisch om dat te merken. Maar waarom wordt nou specifiek Nehemia gebruikt? Had God nou niet iemand anders kunnen vinden? Er waren toch genoeg Joden in Israël zelf? Er zullen vast wel meer mensen zijn geweest. Waarom nou specifiek Nehemia? Wat kunnen we uit dit verhaal leren? En misschien wel de vraag, zoals Nehemia gebruikt wordt door God, in, als we het nog verder gaan lezen, om de muren te gaan herstellen. Zou jij door God gebruikt willen worden? Is er een verlangen in jouw leven om door God gebruikt te willen worden? Gebruikt in de positieve zin van het woord. Je zegt, wauw, ja, dat wil ik wel meemaken. Ja, soms is het gewoon even goed om het ook even zichtbaar, kenbaar te maken. Ja, Heer, hier ben ik. Ik wil door u gebruikt worden. In de positieve zin van het woord. Nou, dan is het misschien wel even goed om te kijken, wat kunnen we nou leren aan deze boeiende figuur Nehemia? En ik heb een vraag even aan je. Wat is er erger? Onwetendheid of onverschilligheid? Onwetendheid, handen. Weinig handen. Onverschilligheid. Oké. Er was dus een leraar die vroeg deze vraag aan zijn leerlingen. En die stelde de vraag, joh, wat denken jullie? Toen stak een leerling haar hand op en die zei, nou, ik weet het niet en het boeit me ook niet. Vond ik wel grappig. Maar het eerste wat we kunnen leren van Nehemia is dat op het moment dat zijn broer komt, en of het nou zijn letterlijke broer is, is het Nehemia die het initiatief neemt om vragen te stellen. Hij is degene die vraagt naar de welstand van Gods volk. Hij is degene die geïnteresseerd is. Had die man niks beters te doen? Ja, vast wel. Ik kan me zo voorstellen. Het was een drukke baan. Hij was bezig. Die hofhouding. Daar zat allerlei dynamieken omheen. En toch kiest hij ervoor om heel bewust nieuwsgierig te zijn. Om even zijn eigen werkplek even terzijde te leggen. En heel bewust te vragen naar de welstand van het volk van God. Nou, dat is de eerste les die we misschien eens moeten leren. Het leven draait niet meer alleen om jou. Wil jij door God gebruikt worden, dan zullen er momenten moeten zijn dat jouw aandacht niet op jou is gericht, maar even de aandacht verleggen naar, wat gebeurt er nou eigenlijk? Jezelf informeren. Kennis maakt dat je betrokken ergens bij raakt. Heb je dat al ontdekt? Anne van der Bijl, deze week is die bij de Heer thuisgekomen. Maar die zei het al. Die zei, ja, je kan geen voorbeden doen voor mensen in een gevangenis als je niet weet wat die mensen meemaken. Dus lees nou eens een boek over wat die mensen meemaken. Hoe ze gemarteld worden. Nou, ik heb ooit eens een keer een boek gelezen, zij mogen de hemel niet zien. Tranen met tuiten. Verschrikkelijk. Het raakt je tot in je vezels. Nou, ik kan je vertellen, het gebed daarna wordt anders, want je bent geïnformeerd, je bent betrokken. In het Engels zeggen we wel eens, ignorance is bliss. Maar dat is in dit geval niet waar. Ben jij betrokken? Ben je nieuwsgierig? Wil je weten wat er met de ander gebeurt? Of ben je met je eigen levenspad alleen bezig? Durf vragen te stellen, durf betrokken te zijn, durf te informeren. Ga eens even een laagje dieper. Wij al op de Bijbelschool, een docent, en die kwam echt even lekker onder je huid soms. En die zei, ja, jullie zijn wel over sociale rechtvaardigheid, maar het is echt bullshit dat jullie je daarmee bezighouden. Nou, vertel dan. Ja, hij zegt, ja, de koffie die jullie naar de kerk drinken, wordt gewoon door slaven gemaakt. Oh ja, hoezo dan?
ja, het is geen fair trade koffie. En je zegt, jullie zijn gewoon hypocriet. Want je zingt wel over gerechtigheid, maar je wil eigenlijk gewoon helemaal niet weten waar die koffie vandaan komt. Oeh. Die kwam even dichtbij. En hij begon te triggeren. Hij zegt, je moet je soms eens even informeren, wat gebeurt er nou eigenlijk? Want vanuit die informatie kan er iets gaan gebeuren in je hart. Kan je geraakt worden? Kunnen er dingen gebeuren? Niet langer leven met oogkleppen op. Ik zie hier jeugd vooraan zitten. Wie van jullie is naar Roemenië geweest? Bijna allemaal, fantastisch. Je hebt daar dingen gezien. Je hebt jezelf geïnformeerd. Je hebt gezien hoe mensen daar leven. Nou, ik kan me voorstellen dat als je nu bidt voor die mensen daar, ja, dan wil je wel bidden, toch? Of niet? Want je weet hoe het daar is. Je hebt de ellende gezien. Je hebt jezelf geïnformeerd. En dat is fantastisch. Weet je, dat is wat we nodig hebben. Mensen die betrokken zijn. Nou, maar wat leren we nog meer? Want op zich, informatie in zichzelf, ja, dat is prachtig. Maar wat zien we aan Nehemia? Hij was ook niet onverschillig. 3 maanden lang heeft hij met die informatie gezeten. En blijkbaar na 3 maanden komt er iets uit en dat toont dat hij die informatie heeft ter harte genomen. Hij heeft er iets mee gedaan, hij is met God gaan worstelen, hij heeft vragen met God gesteld, hij is gaan worstelen, hij had een hands-on mentaliteit, noem ik het maar even. Hij heeft die informatie, heeft die beet gepakt en hij is daarmee gaan stoeien met God in het binnenkamer en hij heeft daar iets mee gedaan. Hij was niet bezig in een soort blinde ambitie met zijn eigen carrière, want blinde ambitie maakt geen ruimte voor informatie met hoe gaat het nou met die ander. He, als je bezig bent met je carrièrepad en je zegt, nou ik heb 1 doel, dat wil ik bereiken, dan sta je niet echt open voor emoties daar op de zijlijn die jou afleiden van jouw primaire doel. Nehemia werd niet gedreven door blinde ambitie. Hij was wel goed in wat hij deed, en dat is ook voortreffelijk. Maar hij had wel emotionele ruimte in zijn hart om te vragen, om de onwetendheid ja, te doorbreken. En toen hij dat eenmaal wist, deed hij er ook blijkbaar iets mee. Hij hield het vast, hij ging ermee in gebed naar God toe. Hij had niet zoiets van, nou ja, dat is allemaal irritant en nu gaan we weer vrolijk verder naar de Chardonnay. Of de Pinot Noir, ook belangrijk. Nee, maar hij pakte het beet. Hij had een hands-on mentaliteit. En dat is misschien wel belangrijk. Hoe zit dat in jouw leven? Als je merkt dat God spreekt door informatie, je hart wordt geraakt, wat doe je ermee? Heb je een hands-on mentaliteit of een hands-off mentaliteit? God zoekt mensen die bereid zijn om te zeggen, ik pak het beet, ik ga er iets mee doen. Ik voel dat God misschien hier spreekt, ik weet alle antwoorden nog niet. Maar wat er nu gebeurt is te veel informatie en ik wil hier iets mee. Ik ga ermee in gebed met God worstelen. Een hands-on mentaliteit. Want weet je, in de Bijbel is het zo dat er is niet alleen zonde als we iets doen, maar er is ook een zonde van nalatigheid. Als je de Oude Testament profeten leest en bestudeert, dan is de vermaning niet alleen maar je hebt iets gedaan, maar de vermaning is soms ook je hebt iets niet gedaan. En dat is de hands-off mentaliteit. Kan God tot jouw hart spreken? En als hij spreekt, doe je er dan ook wat mee? Of is het dan zo, nou het was leuk in het moment, ik ben even geraakt, nou het was heerlijk, we gaan vrolijk weer tot de orde van de dag. Nou dat was niet het karakter van Nehemia. Nehemia werd geraakt en ging niet alleen over tot de orde van de dag, maar hij in zijn binnenkamer, het had vat op hem gekregen. Er was een landingsplaats waarop de emotie van God kon landen. Ik ben net langs, ik rijd elke dag ongeveer hier langs Schiphol. Wat zou er gebeuren als al die vliegtuigen hier waren en er was geen landingsplaats? Ja, dan wel een probleem toch? En ik zat te denken, Heer, in uw hart leven zoveel emoties. Vindt u hier in mijn leven, in jouw leven, vindt u eigenlijk wel een landingsbaan om te landen? Of zijn we zo bezig met onze eigen blinde ambitie, onze eigen dingen, zijn eigen sores, dat die emotie van God helemaal niet kan landen? Ik leg het maar even bij je neer.
de onwetendheid doorbreken, de onverschilligheid voorbij. En toch hebben we hem nog niet helemaal scherp met elkaar. Want het kan best zijn dat je zegt, nou, ik ben best geïnteresseerd in de problematiek in de wereld. Nou, ik kan mijn handen ook wel redelijk uit de mouwen stropen. Hebben we hem dan te pakken? Hebben we dan echt de essentie te pakken waarom nou per se Nehemia werd gebruikt en niet iemand anders? Zou er nou werkelijk geen andere Jood zijn geweest die ook nieuwsgierig was, die ook een hands-on mentaliteit had? We missen volgens mij nog iets. Passie. Dat is nog meer, denk ik. Wat is nou de absolute gamechanger in het leven van Nehemia? Ik denk, wat hem absoluut dreef en waarom God die landingsplaats kon vinden, is dat er in hem een passie was voor de eer van God. We hebben hier niet een man te maken die bezig was met zijn eigen eer, met zijn eigen sores, met zijn eigen carrière, maar we hebben te maken dat, tuurlijk was dat ook belangrijk, tuurlijk zijn die dingen ook belangrijk, maar dan was er nog een grotere drijfveer in het leven van Nehemia, namelijk de eer van God. Hoe is het met Gods volk? Hoe is het met Gods stad? En hij hoort het nieuws en wordt in de kern van zijn bestaan geraakt. En hij hoort over de puinhopen van Jeruzalem, de stad waar God zijn hart aan had verbonden. De stad waar God zijn eer aan had verbonden. En die stad lag in puin en Nehemia wordt geraakt en hij zegt, dit kan niet zo bestaan. Het volk van God wat geroepen was om een licht in deze wereld te zijn, om de grootheden van God te verkondigen, was een onderwerp van bespotting geworden. En Nehemia zegt, maar God, dit kan niet zo bestaan. De eer van God raakte hem tot in de botten, in de kern van zijn bestaan. Dit was een man die niet leefde voor zijn eigen eer. Dit was een man die leefde voor de eer van de Heer. En het drijft hem. Het raakt hem. En op deze dag, de emotie stroomt uit zijn leven. Nou, ik ga al heel wat jaartjes mee op het christelijke speelterrein. En de meeste van jullie, als ik het zo even aan de koppie zie, ook. En in de kerk hebben we ook te maken met emoties. En dat geeft niet. Soms ook goed. Maar ik zou willen dat de emoties die we meemaken gingen over de eer van God. De realiteit is dat het 9 van de 10 keer gaat over onszelf. Ik voel me niet gezien. Die zei wat en dat raakte mij. Ik had dit verwacht, maar dat gebeurde niet. En we zijn brrr, en we komen op afstand. En we hebben verwijdering. 3 maanden proces om alles weer goed te breien met elkaar. Alles weer in orde te maken. En waar gaat het uiteindelijk over? Over onszelf. God zoekt mensen. En dat geeft niet, hè? Dus dit is ook een onderdeel van gewoon mens zijn. We moeten dat niet wegkouwen. Maar er is ook die andere realiteit. Dat mensen voor de eer van God gaan leven. Dat God een landingsplaats vindt in jouw leven. Dat hij zijn hart met jou kan delen. Ik wil een tekst met je delen. Dat is een van mijn lievelingsteksten. We hebben hem ook als niet als dooptekst, maar als opdraagtekst aan, of een geboortekaarttekst aan Samuel gegeven. Het is een van die teksten die ook maar in die zin mijn bediening hopelijk vormgeven. Klein inkijkje in wat drijft die man nou hier, die voor jullie op het podium staat. Je vindt de tekst in 1 Samuel 2, vers 35. En Eli die heeft het verprutst als priester, die is veel meer bezig geweest met zijn zonen. En dan komt daar die belofte. Ik zal voor mij een trouwe priester doen opstaan. En dan staat er, die zal doen zoals het in mijn hart, het hart van God, en mijn ziel is. Voor hem zal ik een blijvend huis bouwen en hij zal alle dagen voor de ogen van mijn gezalfde wandelen. We zijn allemaal priesters. Dit gaat niet alleen over mij, maar dit gaat ook over jou. God zoekt mensen
Wiens diepste verlangen is niet, Heer, wat ligt op mijn hart, wat wil ik, gaat het met mij lekker? Wat ook belangrijk is, maar allereerst op zoek zijn, maar Heer, wat ligt er op uw hart? Waar bent u bewogen over? Waar gaat uw hart naar uit? Jezelf beschikbaar te maken voor wat er op Gods hart ligt. En weet je, als je dat doet, nou, dan gaat je leven op zijn kop. Dan gaat je leven op zijn kop. Want Nehemia wist niet alles, had niet alles al uitgekauwd. Was die ochtend niet opgestaan met het idee, nou, nu gaat alles veranderen. Nee, het enige wat hij had gedaan was, Heer, ik worstel met die emotie, hier is mijn hart, ik wil mezelf aan u verbinden. En dat, die hartshouding maakte dat God opeens ja, iets heel bijzonders tot stand bracht. Wie had verwacht dat de koning zomaar alles mee zou geven? Fantastisch toch? Hij zegent hem met een leger, met materialen. Nou, dat had Nehemia die ochtend echt niet zien aankomen. Maar dat is fantastisch toch? Dat op het moment als jij je hart beschikbaar stelt voor de Heere God en zegt, Heer, ik informeer me, ik ben verantwoordelijk voor wat ik voel, wat ik ervaar, ik wil daar, hier ben ik. En je worstelt daarmee in gebed. Let op, want je gaat verrast worden hoe God opeens met zijn wind in jouw zeilen gaat komen. Dat verzin je niet van tevoren, hoef je ook niet van tevoren te verzinnen, maar het gebeurt wel. Want de ogen van de Heere gaan over de aarde om krachtig bij te staan, wiens hart volkomen naar hem uitgaan. Wauw, dus God is aan het zoeken. Hij denkt, als ik die landingsplaats vind, wauw, en ik mag landen, nou, wees bereid, er gaan dingen in je leven veranderen. Nehemia, die was wijnproever bij het hof en werd opeens bouwinstructeur. Wie had dat nou ooit kunnen verzinnen? Ik zie hier zitten studenten. Nou, misschien ben je zo meteen geen student meer. Gaat God opeens heel iets anders, een andere koers in je leven varen? Nou, dat wordt een avontuurtje in je leven. Dat wordt even spannend. Ben je klaar voor het avontuur met God? Nou, ik ben wel erg enthousiast over het avontuur met God. Nee, laat ons maar saai kijken. Zijn lekker voorspelbaar. We willen graag alles ingeregeld hebben. We vallen liever in slaap met elkaar. Nee, toch? Leven met God is een avontuur. Amen. Dus als jij je hart beschikbaar stelt en zegt, Heere God, hier ben ik. Ik wil uw hart, uw gedachten kennen. Dat is mijn drijfveer in het leven. Nou, maak je klaar, want het leven gaat een avontuur met God worden. En je kan het niet voorspellen. Amen. Halleluja. En wat er ook gebeurt, de vijand wordt gelijk wakker. Het was volstrekt kwalijk in hun ogen dat er iemand gekomen was om het goede te zoeken voor de Israëlieten. Dat ga je gelijk meemaken. Joh, die vijand vindt het prima als we lekker hier een beetje zitten sukkelen met elkaar. Maar op het moment dat onze harten één worden met het hart van God. Dan gaat die spannend worden. En weet je, ik begon 2 weken geleden met die vraag die waarschijnlijk in dat leven van die Israëlieten heeft moeten leven. Waar is God in het alles? Hij heeft zulke mooie beloften gedaan. En opeens zien we dat Nehemia wordt het antwoord namens God voor de Israëlieten. Fantastisch. Fantastisch om te zien. Weet je, we leven in een samenleving, we hebben zoveel uitdagingen. En hij zoekt vandaag misschien wel Nehemia die het antwoord gaat zijn op die diep geleefde vraag in de samenleving. Waar is God in dit alles? Hij is misschien wel op zoek naar jou. En vindt hij in jou een Nehemia die hij mag gebruiken? Die het antwoord mag gaan worden zoals Nehemia was voor dat Joodse volk. Op die diepgeleefde vraag, waar is God in het alles? Dat jij misschien wel het antwoord wordt voor, nou ja, de Oekraïners hier. Waar is God in dit alles? Omdat jij het hart van God naar deze mensen mag vertegenwoordigen. Dat je ambassadeur, medewerker mag worden met God. Wat een geweldig avontuur. Amen. En het mooie is, iedereen hier heeft een unieke roeping. En daarvoor moeten we ook opletten, want soms raakt God jouw hart. En dan zit je hier en dan denk je, waarom doet die kerk nou niks? Of waarom doet Pietje nou niet iets?
Ja, maar God is jou misschien wel aan het roepen. Dus we moeten opletten dat we niet elkaars emoties, wat we ervaren, op elkaar gaan kopiëren. En die moet ook zus en die moet ook zo. Nee, God is uniek. Hij ziet jou. Hij kent jou en hij roept jou persoonlijk en zoekt in jou een landingsbaan. Om het antwoord te zijn op een diepgeleefde vraag van iemand hier ergens op aarde. Waar is God in dit alles? Amen. Amen. We gaan afsluiten. Vraag of het muziekteam naar voren wil komen. Laten we een moment even stil worden voor het aangezicht van God. Jezus. Heer, dank u wel voor wie u bent, Heer. Heer, emoties zijn niet verkeerd. U heeft ze geschapen, Heer. Maar Heer, u heeft ook emoties. U bent ook betrokken bij deze samenleving. U bent betrokken bij ons leven. Heer, maar bij alles wat er gebeurt hier op aarde. U denkt daar wat van, u vindt daar wat van. Uw liefde wil uitreiken naar wat er gebeurt hier op aarde, Heer. En Heer, op deze ochtend trekken uw ogen over de aarde. Om inderdaad krachtig bij te staan, wiens hart volkomen naar u uitgaat. En Heer, misschien is het goed om allereerst te belijden, Heer. Het gaat soms nog zo vaak over onszelf. En Heer, dat willen we u belijden. Heer, help ons om uw eer belangrijker te vinden dan onze eigen eer, onze eigen imago's. Heer, help ons om daaraan voorbij te gaan en op zoek te gaan, wat leeft er eigenlijk in uw hart, Vader? Heer, we willen uw hart kennen. Heer, we zingen het zo mooi. Breek mijn hart voor wat uw hart breekt. Heer, en daarvoor is het nodig om uw hart te kennen. Om emotionele ruimte in ons hart te hebben, om te zeggen, Vader, ik wil begrijpen hoe het gaat. En Heer, ik weet, hier zijn mensen die weten precies waar ik het over heb. God heeft al zijn hart met jou kunnen delen. En ik wil je zegenen daarin. Heer, ik bid voor voorspoed. Ook voor die mensen die nog in die fase zitten van vertwijfeling. Heer, hoe zal het gaan? Hoe moet het gaan? Ik weet het niet. Maar God heeft wel je hart geraakt en je weet het. Je hebt je afgevraagd, moet ik het loslaten? Gaat het nog wel gebeuren? Maar God zegt deze ochtend tegen jou, nee, ik heb tot je hart gesproken. Ik heb mijn hart met jou kunnen delen, ik heb mijn emotie met jou kunnen delen. Je hebt mijn tranen gevoeld over de situatie. En ik zal je roepen. En er zal een tijd komen dat ik voorspoed over je leven zal brengen. En ik zal je als een katapult lanceren, zegt de Heer. Heer, ik bid voor goddelijke roeping op dit moment, Heer. Heilige Geest, kom met uw geest, Heer. En raak ons aan, Heer. Raak ons aan, Heer. Heer, er zijn zoveel issues in de samenleving, Heer. En ik wil echt bidden ook voor ons als gemeente, als huis, zoals we hier zitten, allemaal, Heer. Heer, we willen een huis zijn wat in verbondenheid leeft met uw hart. En we willen tegen u zeggen, Heer, hier zijn we. Heer, we willen die Nehemia zijn.
En dank u wel, Geest van God, dat u ons bekrachtigt, dat u ons leidt, dat u ons zult, ja, verder zal leiden dit jaar in, Heer. En Heer, we willen onze verwachting uitspreken naar u. Heer, dank u wel, Heer, dat we grote dingen van u mogen gaan verwachten. Heer, dat we een avontuur met u aan mogen gaan, Heer. En Heer, ik wil gewoon persoonlijk tegen u zeggen, Heer, ik ben heel nieuwsgierig hoe dat zal gaan. En ik heb er ook zin in, Heer. Heer, zo zegenen we elkaar in de naam van Jezus. Halleluja. Amen.